De King77L hier op HGP, het gameportaal, met Timo en Ronaldo. Mensen die me niet kennen, ik ben op dit moment 38. Nou, dit ben ik niet, dit ben ik 37. Maar als jullie kijken, ben ik 38, want ik ben 1 mei, nu dus 37. Maar morgen, 2 mei, 38 en ik ben vrijdag, maar dat vind ik niet erg. Want de meeste mensen vinden mij of heel leuk, grappig, cool, of een irritante motherfucker. Ik haat King, ik haat King. Ook met zijn mening en op zijn Dora-video's. Geniaal juist. Dus in de comments vooral of mij vet vinden, cool, vet, letterlijk maar ook. Of mij haten, want dat middenwegje van, dat vind ik, liever dat je me gewoon net haat. Haat me maar gewoon, haat hem die King. Maar waar gaat het om? Dat vind ik echt lekker, je moet toch wat zeggen, dus je moet toch iets zeggen. Ik ben trouwens dus 38, ik heb 2 kinderen, Jamie Neo. Ik heb vrouw Wendy, die is 35 en ik doe een challenge nu. Wat is dit een rare intro, dit jongens? Ik had hem net zitten. Ik was net tweede geworden, was gejoind. En nu ga ik proberen wel eerste worden. Als ik niet eerste word, mogen jullie een leuke challenge bedenken die ik op de gathering moet gaan doen op podium of whatever. De YouTube gathering die binnenkort is. Dus, die mag je naar me toe tweeten of in de comments laten we in de comments achter. Dat is makkelijker. En als ik niet win, mogen jullie een challenge voor me bedenken. Ik moet dus winnen. En dat moet echt iets ludieks zijn, hè. Ik kan niet in mijn stijve totempaal op het podium staan of zo, natuurlijk, hè. Dat is net niet legit. Dan ben ik mijn baan kwijt. Dat is ook niet de bedoeling, zeg maar. What the fuck? Waarom lijkt die gast nou weer? Want daar ging hij dood. Dat zag je wel, hè. Dat kun je wel zien, hè. Die gast ging schokken van mijn bed. Nou, wat is dat, Paul? Dat is ook echt slecht. Dat komt omdat ik zo graag wil winnen nu. Want als ik verlies, moet ik een challenge doen. Challenge. Ojojoj, daar had ik echt mazzel mee! Daar niet mee! Dus, ik wil niet verliezen. Ik wil echt niet verliezen, jongens. Ik verlies ook bijna nooit. Als ik Gun Game speel, win ik gewoon echt, ja. Ik had het zien, mijn eigen serie op mijn kanaal. Ik win gewoon 95%. Maar het ziet er nou niet best uit. Dan moet ik zeggen dat het geen ideaal lobby is qua connectie meer. Het is dan een beetje smoesje wat ervoor. Maar het is wel leuk dat smoesje bedenken, hè. Leuk joh. Die stond net ook al stil, die gast. Zag hij de final kill cam. Die zat gewoon stil. Dus als ik niet win, dan kan het ook nog komen dat de gast op die stilstaande kilt. Ja. Zo wordt het wel heel lastig natuurlijk. Maar ja. Ik zeg niks. Lekker. Ja, dan spring je zo in mijn macht. Moet je niet doen, hè. Jezus, Paul, wat een slechte aim is dat, joh! Nee, dat was echt weg! Dus als ik verlies, moet ik een challenge doen, dit wil ik niet doen. Dan gaan ze iets geks voor me zien, die koters. Want ik heb zoveel haters. Dus die gaan echt iets heel raars voor me zien. Oh my god. Yes, wat een geluk! Dat was slecht! Ah, nee, shitmaker! Durft hij? Fuck! Ah, ze verliezen ook helemaal gek, hoor. Nou, ik ga winnen. Dat is een Mongolie, zo. Niet op een radar kijken. Nou, die gast, die kikkert gewoon door het licht! Waar zit hij nou? Oh, daar zit je! No! Oh, die lagger! Die zit opeens met een pistool in, gek man! Oh, kijk, die schokkeren! Oh my god! Wat was dat? Oh nee! Oh nee! Nou, ik ga winnen. Ik moet dan wel een challenge doen, ik moet de laatste, moet ik ogen dicht doen, ja? Oh nee! Oh nee, ja, dan ga ik daarop verliezen. Dus ik moet mijn laatste, mijn ogen dicht doen tijdens schieten. Uh-oh. Gewonnen. Nou, ik ben gewoon. Glitch weer, die final kill cam. Die was met mijn ogen dicht, jongens. Van zover. Dus dat betekent dat ik geen challenge moet doen. Maar ik ben sportief. Ik won hem. Ik ging mezelf nog moeilijk maken, omdat ik eigenlijk zin heb in zo'n challenge. Dat merkt je wel. Verzin een leuke challenge, al heb ik hem gewonnen. Denk ik wel, fuck it.
Omdat ik gewonnen heb en ik de beste speler ben van de wereld. Nee, dat ben ik helemaal niet. Trouwens, wat ik op mijn kanaal moet doen is gewoon echt gun game ook. Maar ook gewoon andere Call of Duty dingen. Ik ga trouwens ook naar de E3. Yes! LA weer dit jaar. Als een van de weinige YouTubers dit jaar ook zelfs. En wat dan meer, ja. Ik doe gun game, ik doe funny dingen, Olaf dingen, horrorspellen. Nee, met Ronald, een beetje. Ik doe alles random, een beetje leuk, maar ook wel heel veel Call of Duty. Check mijn kanaal, maar verzin vooral een challenge en laat hem in de comments achter. Of tweet hem ook naar me toe, maar hoe nog maar. Laat vooral in de comments achter een challenge op de gathering dat ik moet doen op het podium. Niet te gek, niet te naakt, want ik heb zo'n verlanglijstje. Nee, dus ja, gewoon. Iets normaals. Op het podium, op de gathering. Hartstikke leuk.